vrienden. Ja. Bussum. Dit is Bussum. Kijk. Ja. Bellamy vrienden, die waren zo vriendelijk om te zeggen, Harry, kom hier lunchen bij ons. Nou, dankjewel Bellamy. Misschien weet u het nog, toen we de 100.000ste volger kregen, toen zei ik van jongens, schrijf even in en dan pik ik er een paar winnaars uit en die gaan met mij even lekker lunchen. Dit is... Sander. Sander! Aangenaam. Hey Sander. Dag allemaal, dag volgers. Ja, dag volgers. Ja, Sander, die won toen. Ja, en er komt er nog één. Pablo Veldhuizen, die komt ook nog. Twee winnaars. We hadden drie winnaars, maar de derde, die had er geen trek in, dus die liet het afweten. Maakt niet uit. En hier is de tweede winnaar. Ja, Pablo. Hier is hij. Ja, kijk. Pablo, hoe is er? Pablo van Veldhuizen. Ja, van Veldhuizen. Ik heb het verkeerd gezegd, want ik zei Pablo Veldhuizen, maar het is... Van Veldhuizen. Kijk, exact. Juist. Nou. Nee, ik ga hier op de foto zonder bril. Nee? Nee. Maar Harry, maar wat zegt dat over jou? Nou, ik ga jou zeggen, als ik in de spiegel kijk en ik zie dat hoofd zonder bril, dan kijkt de spiegel weg. Hey heren, gaat ie? Hartelijk welkom. Ja. Gefeliciteerd Harry. Ja, dankjewel. 100.000 in de zomer, maar nu heeft hij gewoon dik 120.000. En waar gaan we voor, Harry? Ja, nou weet ik veel. 150? 150 voor het eind van het jaar. Ja. Nou, hij volgt het wel, hè? Ja. Dagelijks. Ja. Dagelijks hou ik hem in de gaten. Kijk, komt helemaal dat goed. Is hem. Ja. Zijn er indringende vragen? Want dat was ook een onderdeel ervan. Zeg het maar. Nou, ik heb er echt heel lang over nagedacht. Oh, ja, wat zijn je ambities en je dromen? Nou, dromen. Ik weet er nog wel één. Ja. Dromen, ambitie. Dit is een vacaturevrij. Waar? Bondscoach. Bondscoach. Wat ik eigenlijk zou willen is, wat ik leuk zou vinden, perschef KNVB. Wat denk je daarvan? Ik heb erover gedroomd. Perschef van de KNVB. Echt waar. En toen dacht ik van, ik ga deze vraag stellen. Ja. En dan zul je het zien. En dromen komen altijd bij mij. Ga ik dat antwoorden? Kijk, ik zou dat heel goed kunnen. En dan ga je zeggen waarom. Die spelers zijn nu zo saai als de kleren. Er komt geen leuk woord uit. Je ziet nooit een leuk interview. Je ziet nooit eens een keertje over het. Allemaal nooit. Nee. Dus als ik perschef zou zijn van de KNVB, ja, dat zou ik denken bij mezelf, hey. Precies. Een beetje meer power op de tv. Een beetje pit. Power, ja. Een beetje magie. Beetje leuk. Beetje emotie. Wat is nou het leukste programma wat je zelf hebt gemaakt en gepresenteerd? Oeh. Je hebt er zoveel gemaakt. Ik heb wel een voorkeur namelijk. Oh, nou, dan mag jij het eerst zeggen. Ja, ik vond de regenjas een echt leuk programma. De regenjas, ja. Oké, maar dat zijn heel veel programma's. Maar... Dat is wat je bedoelt, de regenjas. Ja, de regenjas heeft mijn voorkeur. Dat vond ik echt een leuk programma. Ja, maar voor mij ook. De regenjas vind ik ook een van de leukste dingen die ik gedaan heb. Ja. Maar luister, ben jij het ermee eens dat ik perschef word van de KNVB? Ja. Dat vind jij ook een goed idee? Prima, ja hoor. Ook, nou, Kier, daar heb je het al. Nou, dan zijn we daaruit. Ik heb al twee. Dan zijn we daaruit. Ja, dan is het twee. We zijn al tweeën. Goed. Nou, dus wat ga ik dat worden? Ik word gewoon KNVB. Let op. Ik kom eraan, perschef. Hier. Exact, met twee. Als je de spelers lekker wil verkopen en je wil weer dat de mensen houden van Oranje, hier zit hij. Hey. Precies, dat is hem. En twee secondanten. Precies. Ja hoor. Hey, wat gaan we eten jongens? Hebben we al iets in gedachten? Nou, ja, we gaan eten. Ik heb nog eten en we gaan iedereen gedag zwaaien. Hiep in de piep, hoera. Dag allemaal. Doeg. Dag. Doeg. Dag.